Nou, welkom vanmiddag op deze bespreking over woordenschat. Voordat we beginnen wil ik nog even de missie met jullie bekijken. Samen verantwoordelijk, samen sterk. En we hebben samen ook deze afspraken gemaakt. We praten met elkaar en luisteren naar elkaar. We voelen ons verantwoordelijk voor de school. We hebben afspraken en regels die we ook handhaven. En samen zorgen we voor een goede sfeer. Nou, vanmiddag wil ik eigenlijk wel de focus leggen op, we voelen ons verantwoordelijk voor de school. Omdat we ook samen verantwoordelijk zijn voor de resultaten en op de manier hoe wij bezig zijn met woordenschat. Ik ben echt ontzettend benieuwd hoe dat is gegaan de afgelopen weken. Nou, dan begin ik even met de groepsplannen. We hebben allemaal groepsplannen gemaakt voor woordenschat. En voor de maangroep hebben we als doel gesteld dat ze 80% van de woorden goed kennen. De zongroep kan 90% van de woorden goed. Tijdens de beginmeting was het heel verschillend hoeveel woorden de kinderen las. Hoeveel woorden de kinderen kenden. Het ene kind kende er maar 1, het andere kind kende er misschien 9. Het gemiddelde ligt denk ik rond de 5. En dit is dan de uitslag van de tussenmeting, waarbij je dus in gedachten moet houden dat sommige woorden nog niet aan bod zijn gekomen. En de kinderen hebben mij verbaasd, want heel veel kinderen zitten zelfs al 1 op de 90% van de woorden. Bij de maangroep is dit de grens van 80% en je ziet dat sommigen er vlak onder zitten al. En voor de kinderen die het al gehaald hebben, stel je dan dat doel ook bij met ze? Normaal gesproken doe ik ze dan bij het volgende thema, stel ik een hoger doel. Bijvoorbeeld dit jongetje zit hier al duidelijk over de lijn heen, dus die kan bij het volgende thema, zou die eventueel naar de zongroep kunnen. Hmm. En wat zijn dan je verwachtingen voor, voor je eindmeting uiteindelijk? Ik verwacht dat eigenlijk bijna iedereen het doel wel haalt. Er zijn een paar kinderen die nu flink onder de lijn nog zitten. Dus je zegt, nou, bepaalde woorden zijn nog niet aan de orde geweest. Ja. Hoe ga je dat aan de orde brengen? Woorden zoals verlengen en inleveren, die wil ik aan bod laten komen sowieso door het spel in de bibliotheek. Dat spelen we na, doen we samen met de kinderen. Er waren kinderen van de stergroep die hadden bijvoorbeeld maar 12 woorden, maar ze willen wel graag naar 20. 24 woorden toegaan. En we hebben in totaal 30 woorden. Hij heeft het getekend zelf. En tot zover ben ik gekomen. Tot zoveel woorden heb ik gehaald. En ik wil graag hier naartoe. En de blauwe streep is het doel wat ze eigenlijk moesten halen. En dan zie je ook dat sommige kinderen ook bij de startmeting al flink over het klassendoel zaten. Daarnaast had ik ze zelf gevraagd van, beschrijf nu als je eigen doel, wat wil jij halen, hoeveel woordjes wil jij aan het eind kennen? En dat is de groene streep. Daar hebben ze zelf gezegd van, ik wil aan het eind zoveel woordjes kennen. En de tweede meting, dat is mijn paarse streep. En dan zie je dat die bij bijna iedereen boven de verwachting gekomen is, behalve 2 kinderen. Evaluatie dan van de groepsplannen heb ik het ook nog even tussen mijn groepsniveau, om natuurlijk te kijken of wij als klas ons doel behaald hebben. Ja. En dan op 80% moesten we 24 woordjes kennen. En wij zaten op de 27. In onze maandgroep moesten we ook, want het was ook die 80%, zaten we nog net iets hoger. 28 woordjes kenden we. En de stergroep, en die is eigenlijk wel mijn uitschieter, want die heeft eigenlijk het hoogste blokje boven mijn streep gehaald. Hoe heb je dat gevierd met de kinderen? Ja, dan mochten ze zelf beslissen en ze wilden graag speelgoedmiddag. Dus. Die hebben een doel al gehaald of bijna gehaald. Wat is je strategie geweest zodat zij zover zijn gekomen? Nou, dit zijn sowieso kinderen. De kinderen die hier een doel bijna behaald hebben en hij. Kinderen die tijdens de woordenschatlessen sowieso heel erg betrokken zijn. Graag ook met boeken al in de weer zijn. Wat heb je gedaan om zover te komen? Nou, wij hebben sowieso in de kring steeds woordenschatspelletjes gedaan met de woorddoos. En kunnen we nu eens ook aan elkaar vertellen van, we hebben nu al een beetje gepraat over van welke strategie we hebben gebruikt. Wat werkt nou echt en wat werkt niet? Ja.
Nou, het echt werken is het integreren in de thema's. De woorden proberen zoveel mogelijk, wat Josephine ook al zegt, binnen dat thema aan te bieden. Ik vond het heel leuk. Voor mij was het een topper, maar voor hem zelf was het ook een topper. Ja. Ik wil graag met jullie de plus delta invullen. En dan wil ik het hebben over het proces van het woordenschat. Wat ging goed? Nou, voor mij wel de analyse van de woorden. Dat ik voor mezelf inzicht krijg in het niveau van mijn woordenaanbod. Ja. En ik sluit me daarbij aan bij een tussenmeting, want ik kan ook heel goed zien welke kinderen hun doel al behaald hebben en welke kinderen uit welke groep dan ook nog wat extra nodig hebben van mij. Want ik zie, als je dus de betrokkenheid echt verhoogt, dan zien we echt terug in de resultaten. We doen nou de reële scholen in de woordenschat. En ik heb zo in de afgelopen jaren echt een stijging van de resultaten gezien. Ook door de manier hoe de leerlingen ermee omgaan, dat ze echt dicht bij de thema's staan. Wat kan ik bij de delta opschrijven? Dat we misschien nog wat de moeilijke woorden erin hadden. De tussenmeting geeft heel veel inzicht, duidelijk wat welk kind nog nodig heeft. De kinderen pikken het snel op, de manier van werken en de wil om te laten zien wat ze al weten. Dat die ook heel sterk is. Mooi is dat. Gaaf en ook van ons uit een groot compliment voor wat jullie met de kinderen behalen. Absoluut. En zeker ook voor het proces en voor de creativiteit. Heel gaaf.